maken naar YouTube. Voor de races misschien wel, ja? Ja, want dan heb je de goede kwaliteit natuurlijk. Ja, dat klopt. En dan kan je me altijd als vod draaien op je Twitch. Succes, jongens. Succes. Zeg het even als jullie de tv horen, dan zet ik hem even op. Nog. Oh, die GTR's, joh. Is ze gaan. Die Robert heeft een euro. Ik heb hem net aantikken. Ja. Ik krijg gewoon 2 seconden voor de heel klein kus. Robert, ik zit naast je, hè, jongen. Zie je? Ik zie het, echt voelde je. Ja? Nou, zei ik het. Ik ook gas geven, jullie, Bob. Ah, dat was kut. Hij werd net niet meer... Nee, ik zag het. Ik zat echt lekker in de weg. Ik zat zo geinig om de Alphys proberen in te halen. Nee, dat gaat niet. Ja, ik dacht dat de Alphys een hele goede tijd had. Oh? Ik zag je, je deed niks meer. Is die auto nou zo langzaam? Oh. Ja, dat ging niet. Nee, dat was een pleit dat ik niet in stuurde. Nee. Ik dacht, ik ga er ook voor, ik ga er voor. Was een mooie, ik probeer het. Kut. Dat is te veel gras. Dat is echt wel bizar het verschil tussen de twee GTA's. Laat, meld je te laat. Maar thuis is het gebeurd. Ik kan bij de uitgang van die tuin tot hij iets op zich had. Ah. Hey, rijd daar niet in de eerste bocht, toch? Je moest al sorry, Matthijs. Wacht. Ik kon je nog een beetje opvangen. Ja, dankjewel. Oh, het is nog een keer kon opvangen, jongen. Anders was je denk ik helemaal zijwaarts gegaan. Heb jij een schade? Nee. Oh, gelukkig ik ook niet. Alleen haast dat vaak niet meer voor de rechter. Ja, ik ook. Ik heb te veel tijd daardoor. Hè. Deze lijkt me op controller ook echt. Dat weet ik niet. Omdat je, en dat half gas al door. Ja, omdat je, ja, dat wel. Maar omdat je veel scherpe bochten hebt, dan kan je wel makkelijk insturen. Ik vind het half gas en zo wel prima. Alleen ik merk dat mijn bandensnelheid thuis best wel hoog is. Maar die is op zich voor iedereen hoog.
Dit vind ik echt de kutste bocht. Ver en dan. Dan kan ik zit er niet meer in en dan op mij houden. Nou, ik krijg gewoon mijn eigen race. Ja, ik reed wel naar je toe. Maar ja, het is met dik, dus het is klaar. Door zo. Ga ze de kant, joh. Ja, hey man. Hou hem even meer op als je wil. Ja, ik doe mijn best. Hou op. Hey, als ik een goed rondje rijd, dan komt het dichter in de buurt. Dan wil ik hem wel fijn, maar het gaat net niet. Hou elkaar maar lekker op, jongens. Nou, die Mercedes in de slipstream. Mooie treduur trouwens achter op jou, man. Hoe ik het? Dat man. De voorkant is ook mooi, maar die krijgt niet. Kijk zo helemaal, die kijkspiegel. Ja, blijven jullie maar battelen, ik kom eraan. Geluid van je auto, man. Dat is gewoon typerend. Ik ben dat jij het bent zonder te kijken. Ja. Of het is Robert. Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, maar dat is van je achteraan. Hij is niet aardig. Ja, maar hij is wel. Ik zat op 1/10 achter je uit de bocht. Maar dat is dan wel. Hij is net te langzaam daar. En ik zit op softs, dus ik moet toch wel kunnen. Je hebt soft? Ja, je hebt soft. Ja, maar ik ben bijna niet sneller op soft. Ik rij ook op soft, hoor. Ja, ik heb medium. Ja, maar ik ben bijna niet sneller. Kut. Wow, dat is nasty. Dat is nasty. Daar gaan we race, man. Ongelooflijk. Ja, jammer. Kan gebeuren, man. Ja, ik rende laat. En ik kon gewoon niet insturen. Ik zat in z'n twee, wat normaal gewoon de... Dat ze die staan naar buiten komt. Oh, my gosh. Kan gebeuren, no problem.
Dat was het maar bij wel. Ja, dat was sta even. Ja. Heb je niet gezien, hè, Sippy? Nee. Ik ben de verkeerde kant op. Vind ik ook niet erg, hoor. Dat de softs op waren bij 6 rondjes. Ja, ik moest even mijn banden koelen, man. Ze waren veel te warm. Oh, wat is dat dan? Ja, ik kan 10 rondjes ermee doen. Dat red ik niet. Ja, maar ik denk dat ze 6. Dus ik vind het een beetje vreemd dat ze nou konden goed zijn. Ja, dat ik in de training ook niet zo. Bumpen zijn voorbij, volgens mij. Yep. Hou elkaar even op vooraan, dan kom ik er weer aan. Hopelijk. Shiva is zenuwachtig aan het rijden. Zo voelt mijn auto ook. Met bibberhandjes. Ja, zo ziet het er ook uit. Maar dat moet ik zeggen, ik heb dat altijd wel bij hem, hoor. Bij Shifi. Hans Andersen, hoor. Misschien heeft het wel met controle te maken. Ja, vast wel. Ja. Maar je kan niet zo soepel sturen als bij hun sturen. Maar bij Thijs heb ik dat ook als ik bij hem gesprek deed. Ja, Netcode. Ja, Matthijs heeft gewoon internet uit Enschede. Hoe is dat? Ontzettend. Altijd grappig. Oh, 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 oh. Jezus. Ja, dat was nog eigenlijk voor de ramp, zeg maar. Dat was toch Enschede? Ja, dat was Enschede. Met het vuurwerk inderdaad. Ik wil al net 20 keer verder weg. Meer nagaan waar die vuurpaal aankomt. In het dorpje was dat geen eerste snackbar. Geen snackbar? Oeh, snackbar? GG. Wat de hel. Wat doe je daar dan? Ja, Dream, maar hij glijdt gewoon volledig weg. Maar wat eet je dan in het dorp? Pipes. Dat is echt iets, omdat er niks anders te eten is, natuurlijk.
Ja, maar ja. Oh, we hebben al een pizzeria. Ah, dat is heel warm. Jammer, Robert, joh. Jullie hebben wel thuisbezorgd.nl. Dat is orde. Nee, thuisbezorgd. Oh, je was van net voor. Ja, klopt. Ik ben altijd sneller, ook in de game. Ja, oh, wacht, we gaan de Formule 1 weer beginnen. Ja, die doe ik niet meer. Ja, volgens mij was ik ook boven je geëindigd, of had ik nou evenveel punten met 20 wedstrijden minder? Ja. Ik denk dat ik gewoon het leven kan stappen beginnen voor het probleem begint. En wanneer gaan we weer beginnen? Maart of zo? Of twee maanden, ja. Nou, zodra de Formule 1 weer begint. Ik weet niet wanneer precies begint. Of twee maanden. Ja, maart, dacht ik. Oh, jullie doen ook een Formule 1 lied voor ik. Yep. Ja. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen, volgens mij. Ik ben benieuwd naar de nieuwe Formule 1, of die nou iets beter wordt besteed. Was niet. Nee, maar ja, het veel die andere is echt veel beter. 21. Ja, dat voelt het voor mij. Ja, want als je ook naar de leak, ik zie gewoon daar het verschil in, zeg maar, over hoe iedereen gerankt is. In het seizoen. Nee. 21 was gewoon een stuk voorspelbaar. Maar ja. 21 vond ik vooral makkelijker. Ja, die is ja, beter. Vind ik ook. Ja, maar. Ja, 21 als... vond ik dat je wel heel veel flip had gehad. Ja. Nou, misschien een beetje te veel. Ja, en misschien hier net te weinig. Wie weet komt er ooit nog een nieuwe Formule 1 game of zo van een ander bedrijf. Word ik van niet eigenlijk. Ja, Formule 3 of zo. Als we het met snorren van iRacing kunnen doen. Kan ook. Betaal jij de rekening? Is dat ver, dat iRacing? Nee. Mensen zeggen wel. Geen idee. Ik hoor een goede verhaal. Nee, tot duur wel, maar ja. Het is vet, maar het kost heel veel tijd. En heel veel geld. Ja, je moet iedere week gewoon één baan in de master met één auto. Dat is, ja, en als je er twee wil doen, dan moet je gewoon 40 uur per week dat gaan spelen, joh. Dus. Ja, ik... Even, want ik vind het een beetje te veel tijd kosten. En het is ook relatief wel wat prijzig, maar het is echt wel goed. Dus dan liever Assetto Corsa Competitor? Ja, dat ben ik nu aan het spelen, ja. Dat vind ik wel vet. Hoe zijn de laatste DLC's? Zijn die een beetje tof? Of, Ja, ik heb ze nu allemaal gekocht. Het was allemaal in de aanbieding op Steam. Ja, ik heb die laatste twee volgens mij niet. Ik heb alleen het GT4-pack niet en ik kan het één packje met auto's kopen. Maar ja, er zitten nu al zoveel auto's al in. Ik kan allemaal kiezen. Wow! Maar dat geluid is vet. Zo goed gedaan. Ja. En het ijzer. Ja. En het detail in de baan, dat je de curbs op je stuur voelt, is gewoon top. Ik zag dat jij ook hier best wel goede tijd had. Ja, met die circle experience wel, ja. Ja, jij kwam net ook heel snel dichtbij namelijk. Wat toch ligt deze baan niet helemaal. Ik ben nu wel aardig in de flow te ruiken. Ja? Ik weer een beetje bandjes te sparen. Ik moet flow, hè. Medium is nu al? 11 Ja. Ik heb echt niks over op mijn voorbeeld. Wauw, dat is...
Wat is het? What the fuck? Oh, Daisy! Helemaal weg. Dat ging bijna koos zo te horen. Nee, Daisy ging bijna. Oh. Onze coach, want die ruikt echt. Oh. Ja, want Matthijs werd ook in de Porsche. En dan kan ik van de dag op de prima. Alleen zo. Toch niet aan mij, Madboy, of wel? Nou, ik had die auto niet uit de pit zien komen. Oh, ik dacht al. En ik bleef lang op die lijn zitten. Ik dacht, ik die in één keer uit of zo. Nee, toen je van de lijn afging, toen zat die auto pas. Dus toen schoon ik. Ah, shit man. Maar niet uit. Roepen te hard, zo. Ja. Is het duidelijk? Ja, gaat zich de kutste van deze trek. Tering, hé. Als het werkt, dan werkt het toch? Ja, met mediums kwam ik echt niet verder dan 11 rondes. Dus ja, kan ik wel nog een keertje mediums ondergooien, maar daarna. Ja, heb je niet toch twee verschillende koppels, dus ik snap hem dan wel. Ja. Dan kan je beter het risico doen om nog een keer op hem op te uitrijden dan nog een keer te stoppen. Of dus mediums softs, maar... Dat mag ik. Zit je achter mij, Shadow? Mijn mag dat, als je mij eindigt met anderen. Nou, ik laat je gewoon lekker langs gaan. Oh, je hebt geen verschillende koppels. Dat zeg ik toch, medium soft? Oh, sorry. Jongen. Luister eens, joh! Sorry. Dat is nog niet meer in de muur. Dat is een beetje schade. Hey, is er weer die sponsor? Ik kan dat niet meer ontzien sinds het iemand dat genoemd heeft. Ik zie het niet als sponsor. Ja, een groene sponsor op het viaduct. Ik zie meer zijn. Is dat zo? Ja, in die laatste versie. Ja, viaduct. Ja, voor die laatste bocht, zeg maar. Gewoon niet meer naar die bocht kijken, maar vooral naar de viaduct. Gewoon even teruglachen. Ja. Zeggen dat je er ook klaar voor bent. De laatste bocht? Ja, de laatste bocht, dat bitch. Niet de laatste, maar die laatste in de draaien. Daar zit daarvoor zit nog zo'n viaduct. Ja. Let maar op, als je het één keer ziet, zie je hem altijd. Dat niemand gezien heeft, joh. Maar ik zie hem niet als een SpongeBob. Nee, ik ook niet. Groene SpongeBob, hè. Groene SpongeBob. Dus als je hem even geel in je hoofd maakt, dan... Geel in mijn hoofd. Geel in je hoofd, ja. Geel in mijn hoofd. Is goed, hè. Viaduct. Ik heb hem net voorbij gereden, maar ik zie de viaduct wel. Ik ben heel blij dat ik jou niet tegenkom op de echte weg. Als je dat toch niet ziet. Ja. Alleen die oogjes lijken een beetje. Ja. Nee, ik zie niet als SpongeBob, nee. We zijn er een beetje aan het gaan. Nog twee rondes, joh. Welke band heb jij dan? Ik wil gewoon niet. Nee, dat begrijp ik. Ja, omdat ik zo van achterloop wil ik zo lang mogelijk buiten blijven. Ah, dat moet dus wel heel vroeg in. Robert. Ja, maar... Ik dacht, nou, ik stuur maar aan de kant, want volgens mij heb je het niet door. Ja, ik had het wel door, ik ging
knapper de 100. Dit is ook waar ik controle verloor achter zitten, omdat... Ik weet niet waar de rest remt eigenlijk. Op de linkerkant heb je zo'n oranje stuk verf op de reden. Oh. Daar gaan we mee op. Oké, okay, ik ga op de 100 daar. Dat is iets. Vroeger. Whatever wanneer je vindt. Ja. Ik kan nu rood is toch? Dan... Ik zou wel gaan pitten, Boemen. Oh, ja, snelheid gaat er met 2 seconden aan de hele tijd zien. Omdat ik gespind was en zo en één keer eraf vloog, en ik dat goed probeerde te maken. Ja, snap ik. Wat waren dat softs met boy? Nee, mediums. Oh. Nee, ik kan geen 15 rondjes op soft rijden. Dat is wel heel erg knap, zeg. Oh ja, tuurlijk. Ja, moet ik gewoon een rondje buiten, ben ik... Nee, ga ik niet doen, want dat is echt niet te doen. Jo. Ik heb 2 seconden verloren achter. Ja, net als ik. Ja, nou ja. Maar liever dat jij hem verliest dan ik. Maar ik deed het ook tussen. 1.44.9, hou op joh. Dat is om een even. Zo. En Matthijs had wel gedaan, 15 rondjes, zo. Ja. Ja, toch? Maar die softvrij is te prettig.
Zo, eerste keer in 47 gereden. Je hebt nog niet eens een time trial bij. Netjes. Yo, goeiedag Felix. Ja, twee bochten achter elkaar van vonden zijn ja. Ervan. Als je voor weer ook doet, toch? Ja. Ook in de oefeningen doen. Even wat agressiever geruis. Maak er even een clipje van of zo. Kunnen we het er even over hebben? Sindsdien eet ik geen Ben & Jerry's meer. Ja, ik ga ook altijd voor de naam, maar ik speel van die records. Ik heet het echt één keer per jaar of zo, denk ik. Maar ik vind het ook niet heel dender, het is wel oké te eten. Oh, meneer connoisseur hoor. Ik eet Big Mac op kersttafel. Ik hou er gewoon niet van, ja. Maken. Vind je het goed als ik jouw tip naast me neerleg? Nee. Lekker eten wat je wil, ook. Zeker. Ja, ophard. Dat mag op Twitch trouwens. Ja, daarom had ik zit nu op YouTube, hè? Daarom had ik het. Koos wordt er nou afgetrapt. Nee, ik zit nu op Twitch. Ik rij achter je, dus ik word er afgetrapt. Ja. Zou ik even pittenboomer, dan zien we niet. Kan je niet even de onderzitter roken, is dood of zo? En dat klopt ook niet, want ik hou eigenlijk gewoon van Camel. Ja, die had ik. Ja. Oh, je bent van de kameeltjes. Yes. Wacht, ik hoor staan de taxi zo in mijn mooie logos maar op. Daar val ik ze nog in Duitsland. Ja, hebben ze daar nog een. Ja, ja, dan heb je gewoon een logootje erop staan. Oh, oké. Okay. En er zijn een stuk goedkoper. Ook dat. Ja, binnenkort wordt het wel alles weer duurder. Duurder? Ja, ja, inflatie. 13%, hè? Nee, extra belasting. Wat op pluk? Ja. Hoeveel zit dat dan tegenwoordig? 21%? Geloof ik niet. Nee joh, accijns hè. Ja. Nog meer? Ja, maar er gaan ook heel veel dingen naar beneden toch? Op gezond eten nog wel. Ja, niet op puiken. Niet op puiken, maar. Niet op puiken. Dat wordt het signalen, weet je. Misschien. Daar val je ook vanaf. Ja. Ben & Jerry's die gaat naar de 6%. Suikertakje. En alleen de smaakjes met banaan en aardbeien. Ja. Die vind je niet tevreden, kijk. Jawel, hoor. Schuik hem. Van de volgende week in. Wacht. Rij jij ook op hardspoel? Nee, ik rij op soft. Softie soft. Wat lijkt het dan dat hij op hard rijdt? Ja. Ik kom wel bij hem, ik kom er niet langs. Zo. Hij gaat niet. Valt er weer in een gat, zeg maar. Ja. Hij gaat er niet bij. Ik rij echt als een man. Ik wil je er niet afrijden. En deze baan is niet helemaal mijn baan, ik vind het wel een leuke baan daar niet van.
Ja, het is zeker een vette baan om te gaan, hoor. Ja. Klopt op. Ja. Maar het is ook wel lastig om goed stabiel te rijden. Ja. Daarom. Dus dan rijd ik liever safe en zo. Misschien komt dat ook omdat ik niet echt geoefend heb, omdat ik dacht, ik kom ja, dat heb ik dan wel gedaan. Deze baan moet je echt oefenen. Ik heb deze ook. Ik heb gisteren nog heel veel rondjes gereden. Oh nee, ik heb vanavond even 10 rondjes gereden in de bouw. Waarom was je er gisteren niet bij, Boomer? We hebben gisteren ook iets van een uur gereden. Ik was iets anders aan het doen, maar vraag me niet meer wat ik aan het doen was. Ja, dat is je rechterhand te gaan. Ja, nee. En linkerhand de Big Mac. Links en een Ben & Jerry. Volgens mij was ik mijn auto, mijn band aan van mijn auto te vissen, omdat ik een flat tire had. Een heel fat tire, ja, ja die. Ja. Echt waar. Die had ik gereden met de auto die is geplaatst. Het kost 3 seconden toch? Dat is natuurlijk moeilijk. Oh, de balk waar de kriek op moet, die zit er niet meer op. Die was kapot. Dus die moet er weer ondergelast worden, dus het was niet zo makkelijk. DJ Alvist, wat dan? Wow, sorry man. Sorry, is mijn fout. Sorry man. Oh, ik kom eraan jongens, pas op. Ja, Alvist schiet voor jou aan de kant en toen remde ik, het was te laat. Dit schat ik zo, sorry man, verkeerd in. Ga er maar. Ja, geef het maar. Komt hij ook op TikTok of? Het is niet dat ik er zo. Ja, dit mag wel ik. Oh. Ja, ik kwam aan en af, ja, ze gingen breed en toen twijfelde ik het terug te laat. Ja. Dat volgens mij op drie. Dat zat toch best. Jij rende iets te laat voor mij. Ah. Pas op jongens. En Matthijs, heb ik op jongens, Matthijs en ik kom eraan. Matthijs en ik kom eraan. Ja, ik zie jullie. Ik zie jullie niet. Waar zijn jullie? Yo, dankjewel, Alvist. We komen nu richting Herpin. We zitten echt in een hevige battle. Ik krijg hier gewoon eens niemands land. Rijden, wat langs. Oh, jij bent... Oké, goed man. Ik ga rollen. Ja, thanks. Ja, dankjewel. Ik had toch die straf, dus ik ging er maar omheen. Ga zien namen. De volgende komt eraan, dus ik weet niet dat het... Ja, daar ben ik voor. Alleen met ik weet ik nog steeds niet wie ik is, hoor. Tipje. Kijk de spiegel van hier. Ja, maar ik zie toch geen gamertag, hoor. Mij geeft Koos hem gewoon een toon, man. Daar laat hij echt precies een meter netjes achter mijn kraan, zo. Ja. Het is de kampioenschap dit, hè? Oh ja. Goed dat ik jullie bijhouden. Met een mooi uitzicht. Deze wel binnen, want een beetje oh. Van. Ja, moet. Sorry. Hij geeft op, Matthijs. Angst, dat is pure angst. We willen niet met gelijke punten de finale in. Dat is hartstikke spannend. Maar gelijk punten in, dan moet Matthijs voor mij eindigen nu. Ja. Hoeveel verschilt het? 3 of zo? 5 en zomer zit 5 achter mij volgens mij. Ja, zoiets van over. Spannend. Ja, banden heb jij geen schade trouwens, dit ik. Ja wel, maar achterkant is ja, ik heb voor alleen maar. Ik heb geen zin om te pitten, ik heb water opgezet. Jij rijdt toch achter me? Ja. Ja, daarachter komen ze. Ja, daarachter is die. Oh. Ja, verrem jij even. Wat mooi battle waar ik was. Ja, was prachtig. Het was verdedigd, maar... Op de rechtstuk kijk jij gewoon niet voorbij met jouw Nissan. Nee, die rechtstuk... tempo, dat is lekker. Ja, kom maar. Yes. En de bochten kun je bijna niet inhalen hier. Heb je Mercedes voor nodig, hè? Ja. Nou, jij pakt hem op een mooi moment, hoor. Ik kon ook echt niks. Ja, het was... Inderdaad. Ik zal straks eens even terugkijken. Mooi gekruist.
Nou, Zip, geef eens gas, man. Ja, die automatisch is nou de stuk. Ik kreeg gewoon gas los, hè. En nog. Mitsubishi. Onder andere alias, ja, het spijt me. Maar Twitch lag geruimd, man. Is het snowy aan de handje? Want je controle houdt onder mijn op. Met mijn stuur. Ik al. Hij gaat helemaal rechtdoor. Gaat het blik? Dat is trouwbaar, rijdt hij. Ja, wel cool. Als hij op de slaap, dan... Oh, hij schiet naar de dingen. Hij is een pittig, ja. Dan was die band echt helemaal op dan. Want ik kwam 4 seconden dichterbij namelijk. Ja, want zo. Hoe? Dat er 8 bij 18 of zo? Ja. Ja, rijd je maar door. Hey, je moet eerst langs hem. Dus, Hey, dat was Alvis trouwens volgens mij daar. Ja. Hebben iemand in me gehad? Wat? Zo, ik zat echt hoe? En ik in mijn spiegel zag door een auto. Dat klopt. Zou ik je in bocht 1 vrij laten zomaar? Nee, doe maar na bocht 1. Na bocht 1. En hou maar een beetje op hoor. Ja, van iedereen. Waar laat ik zomaar moet. Pak hem op. Kom je wel links voorbij, ja. Links? Daar hou ik me rechts. Yes. Ja, yes, top, dankjewel. Dit is echt kut hoor, die voorschade heb ik hier gewoon. Kan ik niet, ja. Gaat hij niet verder als een pier? Oh, dude. Oh, ik ga niet voor iets zitten en dan vol op die rem trappen. Ja, wie was dat? Ja, ik heb er 9. Ja, want jullie gingen langs mij en ik kon niet verder op mijn 4 op mijn schade. Maar ja, wat hoor. Hij was echt net een centimeter voor me, gaat hij vol op zich hebben. Ik gast. Dat gaat het wel hebben, hè. Kijk uit, Boemer. Bijna een vol broekje was dat. Vol broekje? Dat is je kans in de dammen. Zo! Dat ging je bijna. Ja. Nou, wel bedoel ik je naam erop heb staan. Dijfbom. Gooi hem dicht. Oh, wauw. Ik wilde net zeggen, ik gooi hem dicht. Want, ik ging onder links. Klein wraak is het. Mijn auto trekt nu onwijs slecht op. Ja, natuurlijk is het ook. Alleen jou is snel, dus maar ik ga ook zo naar binnen. Want soft ja, dat ga ik ook niet. Je hebt wel een voorgaan met de softs, denk ik. Ja, maar ik was op mini begonnen. Dus ja, rond de 14, dus 10 rond de top. Ja, netjes. Ga je nu naar binnen of de volgende? Ja, want die schade word ik ook niet snel hoor. En dan kan even iedereen er even langs met een blauw vlam. Ah ja, zo netjes. Dus dan komt het uit en dan kan ik namelijk gewoon doorheen tot een eind met die ja, volgens mij rijdt Matthijs nu achter me. Is iemand minder speak nu opeens ook? Ja, zijn er 15. Wie is eruit gegaan dan? Is Alvin zich liefd? Ja. Dat denk ik. Die was laatste, want die was er afgelopen. Ja, maar vorige keer had ik iemand problemen, dus ik ga niet meer zeggen dat hij... Ja, misschien is dat ook zo. Nee, precies. Misinformatie, hè. Doe niet aan vooroordelen hier. Levensgevaarlijk. Kijk, volgens mij zit Matthijs nu achter me. Ja, dat is skills, je had een betere stop. Ja, ja, net zeggen, had je zoveel schade. Ja, ik had best wat schade. Nou, voorkant, dat duurde wel even. Dat duurde gewoon 4 seconden of zo. Ik ga hem even rechts gooien. Oh, dankjewel. Niet op te letten. De volgende sector is het nergens echt handig. Jij bent sowieso sneller dan ik. Je moet natuurlijk wel die 5 punten pakken hier zo. Hè? Ja, dat is maar. Geen race nou, aan. Ik heb wel één probleem bij de laatste race. Als ik weer van P10 moet beginnen, dan kan je echt niet inhalen. Oh, nee, inderdaad. Dat is wel echt een probleem. Ja, de snelweg toch? Ja. Dat wordt een week langs GT's. No fucking way.
Om het kampioenschap te winnen, Koos. Ja, fuck op kampioenschap dan maar. Nou. De onderste links staat er snel in. Wat zit het zo niet? Maar dan speel je Final Fantasy 11 of zo in niet, joh. Heb je tijd over? Het gaat niet om tijd over. Het gaat erom dat ik niet de fucking publieke lobby's ga zitten rijden. Ja, dat is echt aids. Dat is echt. Ja, dat is. Alles dat zo. Valt echt reuze mee, als je. Hop. Zullen we ranken? Nou, die Monza die vond ik heel goed. En die week met Laguna Seca was echt goed. Vond ik ook wat nice die week. Maar ja, toen zat ik ook nog in S, zeg maar. Ja. Nu zit ik in B, dat is echt aids. Dus je doet het niet meer. Ja, de Snowy of niet? Of geen headset op. Of geen mic. Hij heeft wel de headset op. Dus hij hoort je wel. Ik kan hem wel uitschilderen, maar hij schilt niet. Nou, waarschijnlijk scheelt hij weer terug, maar dat hoor je alleen niet. Ik wou dat ik dat thuis had. Ik denk dat er nu een slipper onderweg is van je vrouw. Maar zeg, ik hoop dat jij wel met het probleem. Ik zo'n hoop met messen al recht naar je kop. Ik heb gewoon een eigen vacation waar ik. Wat zou ik dat niet durven zeggen? Oké. Je zit behoorlijk onder de duim dus. Klopt. Nee, ik weet al lang al dat ik verloren heb. Daar komt het in. Dus hij heeft toch verloren hier nu? Ja, de 90's dachten, maar dan ga ik niet riskeren. Lekker pitten. soft medium. Soft moet lekker. We gaan het proberen. Ja, met 10 moet je wel lukken. Ja, minder. Nee, je rangement natuurlijk. Ja. En met andere woorden, het gat is zo groot naar achter. Dat, En de tank is leeg, hè? Is de tank leeg? De tank leeg. Ja, minder gevolgd. Ook tank. God, nou zijn tank. Niet opletten, jij. Ja. Oh, lekker. Nou, skills. Rij je ook op medium skills, of? Skicks, ja. Skicks, ja. Wauw, je bent zoveel sneller dan ik. Ja. Ja, ja, ik zijn er wel mee, hoor. Dat zijn heel veel mensen. Wauw, in principe zijn dat er nog 13. Ik ga wel allemaal een beetje op de buur nemen, hoor ik al. Moet je wel doen. Ik voel zelf dat. Snap ik als je achteraan naar de. Wat ik kom links. Oh, link. Ja. Of je zet je premium naar de deur dan. Nee, dat kan niet meer. Dat gaat niet meer. Hij staat nog op 250 en dat gaat niet anders. Ik heb hem wel netjes gewoon verhoogd hoor. Ja, moet iedereen lekker zelf weten. Ik heb hem vanaf de dag in. Nou ja, op zich, als je de puur haalt, dan kan je het gewoon op autodrijf zetten en dan eindigt het waarschijnlijk hoger. Je moet gewoon de puur gelezen. Wat is de puur? Nou, Harley weet het. Vroeger fucking minuut, man. Ja, man. Vroeger wel. Ik vind het nu ook wel oké, hoor. Blij je vast op TikTok en alles horen. Ja, Martin. PS5. Ja. Die vind ik echt zo blij. Ja, de bus is ook wel blij, hè. Ja, daar hebben Boris en Koos niet zoveel last van op maandag. Waarvan? Nee. Dat is niet zo blij, man. Wat is niet zo ver? Of leek het alleen zo? Wat, sorry, wat? Ik zit even niet op te letten. Heb jij niet zo heel veel liefde tegen Boris op maandag? Jawel, joh. Ah. Altijd. Oh. Boris is mijn spirit animal. Hij was zo'n ding aan het zeggen, toen zag ik jou echt kijken vanavond. Doet het niet op mij. Nee joh. Nou, dat was misschien gewoon een goede discussie. Ja, ik vind het eerlijk. Hoor het niet gewoon om het er tegen in te gaan. Kijk, weer medium coach. Wat zeg je? Heb jij zijn medium pantel? Yep. Soft. Medium. Ik heb beter even wachten, Boemer. Met? Nou, op jou. Ik
Ja. Rij nou, ik rij nou. Die niemandsland, je rijdt alleen maar weg voor mij. Dat is echt, zo gaan we Europa heen, dus die banen kennen dus wel wat beter. Volg me op mijn Twitch. Oh! Ik krijg in één keer alert. Oh. Waarom zit je op YouTube? Omdat Twitch down was. Ik ben benieuwd of hij echt alweer goed up is en niet dat hij net toevallig het weer duidt. Zeg maar, als je echt langs moet, Chief, ik... Voorlopig kom ik niet echt in de buurt. Nee, maar ik word er zo nerveus van die blauwe vlag. Het zal zoveel afkomen. Hij zegt dat wel heel vroeg, hè? Ja. Ik moet nog wel even ophouden. Ik heb 25 seconden of zo. Dat is bij F1 wel beter. Dan krijg je hem en dan zit iemand echt wel op je staart. Je moet ook niet te laat krijgen natuurlijk, daar niet van. Nee, dat... Je moet je ook niet nerveus van maken. Ik vind eigenlijk dat Ghost er gewoon wat in weg staat. Ja, een beetje weird. Dat is een lab! Ja, maar anders als het verschil groot is, dan is het echt irritant. Ja, maar iedereen heeft dat probleem, toch? Ja. Ja, maar van voorin, dus ja, je verandert met ghosten. Ja, dan wel dat je rap door kan rijden, maar in principe gebeurt het niet heel veel. Hoor. Het zou wel beter zijn als iedereen volgens het spoel gewoon in de voice-chat zit. Als je gewoon blijft komen, bij mensen langs. Dat is ook wel een ding, ja. Dat is wel belangrijk. In principe, iedereen kan het toch? Ik bedoel, je hebt toch Discord op je phone? Ja, dat. Ja, maar het nadeel is, dat heb ik nu ook, het is een beetje lastig om je geluid dan. Ja, maar, vanaf maart is het helemaal prima, dan is Discord. Dat is nu een beetje de maand waar tussen neus en lippen door een beetje bevestigd is. Wat dan? Op PlayStation? Discord, op PlayStation, ja. Oh, dat zou wel beter zijn. Ja. 48, leuk. Het zou wel heel fijn zijn. Maar ja, je hebt gasten die willen dat niet, hè? Dat doe je niet mee. Ja. Je maakt er gewoon een regel van, toch? Ja. Ga je lekker offline rijden. Doe je eigenlijk wat ik doe, maar dan offline. Zelfspot is wel prima. Ja. Volgens mij krijg ik zo weer nummer 1 op mijn oren. Zullen jullie nog een beetje bij elkaar, Matthijs? 90 seconden van het voetbal. Zo. Ja, dat is al bij die. Huh? En van Koos af? Ik ga vierde nu, dus. Oh, dat is leuk. Van de laatste race, denk ik. Ja, dat is een kutte. Ik kan niet inhalen daar. Dus ik denk dat die laatste race al gereden dan is, zeg maar. Waar
Maar is dat niet snelweg? Want dan kan je juist heel veel schade ook rijden. Ja, dat, ja, dat kan ja, dus, natuurlijk altijd van alles gebeuren. Ja, op die race helemaal, want nou heb ik echt niet veel hoor. Ik heb wel even oefenen. Ja, volgens Zwarte Gamekingspatchen doe ik nog wel wat, Koos. Wat zeg je? Volgens Zwarte Gamekingspatchen doe ik nog wel wat. Ja, ik heb er toevallig nog wel eentje liggen. Maar de kwalificeren werkt toch ook niet tussen, of niet? Ja, maar ja, ik ga niet halverwege. Ik ga niet bij de laatste race de regels veranderen omdat ik anders geen kampioen kan worden. Ja, dat werkt toch wel meestal. Ja, het is niet de VR hier, hè. No, Mikey, no! No! Dit is zo nat rijdt. Nee, maar voor de volgende seizoen doen we wel kwalificatie gewoon. Dat is toch wel leuk. Even een spadrietje rijden. Maar omdat we, kijk, nu weten we dat hij het doet, dus ja. Maar nu kun je ook op je eigen qualifying zetten. Ja, die modus is best beter. Ja, voor online doe je dat wel eens inderdaad, die qualifying. Ja, Boemer, wat heb jij gedaan? Nou, ik ben even naar binnen gegaan, want anders ging ik heel veel mensen ophouden. Ah, en ik ben helemaal gek van die games, dus ik wilde weer heel graag terug op mezelf. Ze hebben nu medium, soft, medium. Soft. Soft, oké. Okay. Ja. Ja, maakt toch niet meer uit. Er rijdt ook niemand in de weg. Ja, ik hou het ook niet op. Nog wel langs de cello. Ja, oké. Ik vergaan me wel een beetje. Dus. Dan kan ik gewoon een beetje rijden, gewoon voor het gevoel. Want... Nou is het. Een beetje cruisen. Oh, ja. Gaat gewoon voor de snelste ronde, joh. Ik nou, niet dat ik er wat aan heb, Mark, maar het zou wel een idee kunnen zijn. Ik gewoon ruk voor Dennis voor. 1-4-4-0. Het mag in één keer boomen. 1-4-4-9. Ik zit het wel te proberen, maar ik zit het in de plaats. Als het gelukt zou ik net zo verbaasd zijn, Bint, of zo. Ja, zeker. De snelstijd is 1-7, dan weet ik 1. Ja, ik heb snow hiervoor, je weet het niet. 1-6-4-3. Zo. Netjes. Als jij nou eens even een foutje maakt. Ik? Ja. Ik maakte net een foutje. Nog een grote foutje dan. Ja. Ik vond mezelf op de grond. Dat is een goede pizza voor Dewa Beach. Nu maak je gelijk twee fouten. Dus je loopt 3 seconden in. Dat ga ik. Even mijn best doen, kom. Maar Koos, ik verwacht straks nog wel een paar rondjes spa, hè? Om te weten of het gebeurt, hè? Jawel, jawel. Altijd spa. Ja. Kan ook een keer goed gaan, Koos. Ja. Vanmiddag was het goed gaan. Ik heb die 25th anniversary gedaan nog. Vanmiddag was de laatste kans. Oh, dat maar. Dan ben ik te laat. Ja. Vanmiddag was de laatste kans. Zo, Snowy gaat even buiten de baan spinnen. Maar Snowy is een dag volgens mij niet. Ja, die was echt wel heel snel, want die lag heel voor me, maar... Oh. Ik vond hem heel snel. Ja, twee racen terug was hij me vol aan het racen met Koos. Ja. Maar de band hadden twee racen achter elkaar ook. Hey, ik reed heel te horen, man. Hele race of... Nee. Twee keer mediums, één keer hard. Het is een klein race dit. Hoe race kan het volgen? Dat is die wel weer. Het volgens mij ook wat harder dan ik had verwacht. Hè. Wow. Het is er twee rondjes nog. Yep. Volgens mij. Ja. Ik kom er denk ik één kort op ook. Loop het. Ik krijg een mooi einde. Ja, je hebt soft of soft, ja. Zo aardig tempoverschil, ja. Je er langs zomaar of? Ja, ik kom er links langs. Ja, kom maar. Heel goed, dankjewel. Ja, ik heb 5 rondes proberen te sparen. Een klein beetje gas geven. Ja. Dat maakt een klein beetje opzicht.
van, dan gaan we hard zo. Nou, als het goed is moet ik nu net veel redden. Ja. Zit je absorpt? Ja. Ja, dacht ik al. Zit je hier nog mooi. Alles komt op een rondje hoor. Hoe kan dat nou? De eerste set mediums die heb ik gewoon 14 rondes gereden en binnen 4 rondjes is het gewoon een drama. Track evolution. Ja, dat hoort dan andersom te gaan. Ja. Ja. Ik heb echt geen idee. Een mooi woord in ieder geval. Ja. Ja. Het klonk heel professioneel. Dat is het mis wat ik ervoor had, hè? Nee. Ik heb misschien weer 4 players zeker, want dat is denk ik. Nou ja, dat, ja, want dit zijn denk ik gewoon maandagmorgen banden, denk ik. Maandag. Ja, misschien kan ik Robin helpen. Oh, hem links voor is echt helemaal rood nu. Zo. Ze hebben ze jou gebeld van 4 play of niet? Mij? Ja. Ze zoeken nog een nieuwe pit reporter. Nou, met alle respect, niks tegen meisje, maar ik zal er niet missen. Nee. Zo, we zijn allebei mijn voorbanden helemaal rood. Maar ze was zelf gestopt, toch? Ja. Ja, toen ging ze studeren. Ja, altijd twijfel ik dat hoor. Ze had het zelf door waarschijnlijk. Dit wordt niks. Misschien dacht zij wel, hey, ja, het gaat een bruine wereld over. Oh, ik was in. Ik denk dat je dit zo lang mogelijk doet en daarna kan je altijd nog je studierechten doen. Toen het bij P8 blijven. Nou, netjes toch? Ja, precies. Eerste ronde kwam als laatste op de streep, dus... De laatste ronde daar kan ik in deze nog trainen. Geen foutje meer te maken. Thomas, als je mij nou inhaalde, dan was ik al klaar, man. Ja, helaas, sorry. Ik wacht nog een rondje. Net niet gelukt. Gefeliciteerd, zomaar. Nou, gefeliciteerd, jongen. Ik had een tiende van die vaste slap af, maar lukte maar niet. Niet zeuren. Ja, inderdaad. Ja, ik was veel een pushen, dus ik had een fout kunnen gaan. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is een race buiten gepunt. Oh, het maakte me toch nog een beetje zorgen op het einde, hoor. Ah, ronde te kort. Oh, ik zei helemaal kapot. Ja, ik nou. Ook. Goed idee, Matthijs, te houden. Oei. De tering. Eén rondje. Ja, dat had ik zo uitgerekend. Ja.